Yo, wat is het mensen, dit is Gamer hier. Welkom terug bij een nieuwe Need for Speed Payback video. Vandaag gaan we even wat meer races doen en van allerlei dingetjes. Dus als je de video natuurlijk leuk vindt, zou ik zeggen, doe het lekker. Een duimpje omhoog, dat waardeer ik enorm. En we rijden nog steeds in onze prachtige Camaro. En ik blijf zeggen, het ding is, het is magnifiek. Het is echt gewoon een mooi plaatje dit. En ik wou jullie nog zeg maar races laten zien met driftjes, dus driftraces. Dus we gaan er even heen rijden. De recommended level is 250. En onze auto, als ik het goed moet geloven, is 198. Onze 350Z. Dus dit gaat nog een hele taak worden. Oftewel, het is gewoon letterlijk gewoon 1/4 boven mijn eigen auto. Dus het moet eigenlijk, denk ik, best wel een zware taak geworden. 205 is hij. 205, recommended is 250. Er zit wel best wel veel verschil in. Dus het moet op zich een uitdaging gaan worden. Ik denk dat je van 600 meter. Van 600 meter kunnen we wat driften? Oh, we kunnen wel het proberen. We kunnen wel proberen. Maar ja. We zullen zien hoe het gaat. En welkom iedereen. Hopelijk vind je de video leuk natuurlijk. Dus ja, laten we gewoon lekker tegenaan gaan. Waarom ook niet? Eerst even driften om wat vaart te maken. We moeten ook 600 meter moeten we continu driften. Dat is nog best wel trouwens een eindje. Dus als we nou een beetje zo slinger, weet je, overal heen gaan. Moet het op zich kunnen. Dit is hoe we de system cheaten, weet je, jongens. Oh god, nee, ik fuck het op. Omdat er net een lastig bochtje aankwam. Maar we moeten 144.000 punten halen. Nou, dat moet op zich wel goed te doen zijn. Dat moet op zich goed te doen zijn. Alleen, als we dan niet alles opfucken trouwens. 300 meter nog te gaan, 200 meter. Ah, tering. We hebben het weer verneukt. We hebben het weer verneukt, jongens. De punten krijgen we wel. Alleen niet hoeveel meter dat we moeten driften. Dat krijgen we niet echt voor elkaar. Ah, tevens. Ik fuck het ook op. We hebben ook gewoon een veel te trage auto hiervoor, volgens mij, te pakken. En dat is denk ik het voornamelijke ding wat een beetje dwars ligt. Ah, scheisse. Maar we hebben tenminste de race gehaald qua scoren. Alleen moeten we nog 600 meter driften. Ja, dit gaat niet. Dit gaat niet lukken als we over rood gaan. Kaak! Nou, dat is rip money. Dat krijgen we niet meer dus, I guess. Die 17 of 1900 kunnen we dus nu wel vergeten. Nou, gelukkig hebben we toch wel genoeg geld. Dus op zich is dat niet eens zo big of a deal. Oh jee, wat ging... Soms deze game is wel een beetje apart. Want hij ging opeens helemaal weer recht staan. Terwijl ik dat niet eens vroeg om dat te gaan doen. Dus dat is een beetje een aparte ervaring hierop. Als je moet niet ons respawnen, dat zou echt heel zuur wezen namelijk. Oké, we moeten even deze missie gaan halen. Nee! Echt? Ik moest nog 130 meter. Fuck, ik probeer gewoon te veel die side missie te doen in plaats van de fucking drift race hetzelfde doen. Ik verneuk dit hele ding. Ik kan veel beter driften normaal, jongens, maar ik zit zo gefocust op die fucking single drift taak, dat ik gewoon echt letterlijk gewoon alles op fuck. Maar we hebben het gehaald, oké? Okay? We hebben het gelukt. We hebben onze rifle hebben we ook gebied. Alleen 481, we moesten er 120 meter. Nou ja, rip 1900 monies. Nou ja, is niet anders. Is jammer. Maar we hebben toch geld zat, dus op zich zit ik er ook niet zo heel erg mee. Deze is best wel beroerd, dus laten we die even traden in voor een paar token. We hebben 9 paar tokens en daarmee kunnen we natuurlijk uiteindelijk... Wat? Moeten we meerdere races doen? Ja, ik ga niet die 110 seconden doen, want waarschijnlijk is deze meer ingesteld op auto's die echt serieus heel snel kunnen rijden. Dus dat ga ik niet doen. Maar waarschijnlijk... Oh, dit is een hele reeks aan races waarschijnlijk, omdat dit de final mission of zo is, denk ik, of zo. We moeten nu gewoon een hele reeks aan doen. En dan laat ik jullie zien hoe goed ik kan driften. Oh mijn god. Oké, let me niet op mijn driftkunsten, jongens. Dat is echt goed beroerd. Jezus. Oh my god. Deze kunnen we wel gewoon goed doen. Oké. En deze. Oh. That's how we do it. Zie, dit is hoe ik het normaal doe, jongens. Trust me, dit is hoe ik het normaal doe.
Oké, zo. En dan gaan we even nitro doen. En dan kunnen we zo weer het bochtje heel bagger nemen. Jezus, wat ben ik beroerd geworden vandaag, jongens. Holy shit. My god. Nah, maakt niet uit, maakt niet uit. We komen er wel. Even nitro doen. Dan wordt de multiplayer ook gelokt, trouwens. Dus dan gaat het niet omlaag. Dus als je nitro gebruikt in de rechte stukken, dan blijft je multiplayer gewoon staan zoals het is. Dat is een ding waar je het voor kan gebruiken. Je kan ook je multiplier kun je verhogen door juist, zeg maar, nitro te gebruiken in de bocht. Want dan krijg je meer multiplier. What the fuck is happening, boys? Hij ging opeens een 360 maken. Ik heb geen flauw idee waarom, maar shitting. Ga ik hem nog tegen een steen aan knalden, maar dat maakt niet uit. Oké, heb ik een driftje maken, heb ik een. Dan weer verder. En dan deze ook eventjes scherper nemen. Scherper nemen, zei ik. Niet zo ruim, mens. Oi, oi, oi. Oké. Onze multiplayer gaat wel maar. Dat is wel jammer. Dus we moeten eventjes een nitrootje doen in de bocht. Dus je ziet, het gaat nu opeens helemaal omhoog. En wee! There we go. En we hebben gecompleteerd. Op zich vind ik drift races altijd best wel makkelijk in deze game. Al fuck je het zwaar over. Je hoeft helemaal niks te perfect te doen. En de recommended level was 250. En we hebben 205 op onze auto. Dus ja, op zich is het nog niet eens zo'n zware taak. Het valt wel mee. Oké, speedkartje. Acceleration van 5 is volgens mij echt gewoon bagger. Yep, dacht ik al. We kunnen hem sellen voor hoeveel? 3000? Nou, 3000 is er geen geld. Dus we kunnen net zo goed de part token doen voor alle andere auto's om die weer te upgraden. Oké, wat gebeurt er nu? I gotta say, you own the Stargazer's run. People are noticing. You're trending online. I am? Aces. They connected the dots with your shift lock performance as well. Looks like you're turning into a local drifting legend. I was always a legend. Fortune Valley is just catching up now. Legend. Anyway, you earned a shot at my score. I'll see you on the Silver Canyon All-Star. Are you done talking yet? Let me hit the course. Oké. Dus waarschijnlijk ben ik een legend geworden. Hoe de fuck ik een legend ben geworden, ik heb een flauw idee. Als het echt in het echte leven was, was mijn auto al lang naar de kloten. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Gaat om het idee. Oké, ze hebben een nieuwe items weer in de tune shop gedaan. Dus we kunnen even kijken in de tune shop. Kijken of we deze auto nog even beter kunnen maken. Op zich wil ik wel een nieuwe auto halen eigenlijk. Maar ja, ik denk dat we beter gewoon een nieuwe auto kunnen halen meteen. We kunnen beter gewoon de drift race daar rechts bovenin doen. En als we dat gedaan hebben, de drift race, daarover, dan kunnen we voor mij weer nieuwe auto's unlocken, denk ik. Of moeten we de campaign story moeten we unlocken? Ik heb geen flauw idee. We gaan eens even kijken. Want ik wil wel een nieuwe driftauto. Alleen de nieuwste driftauto's die we kunnen halen, zeg maar, is dan de Porsche Cayman GT4 of zo heet hij volgens mij. En we kunnen de Camaro halen. Want de Camaro hebben we natuurlijk al. Dus dat is een beetje pointless. We hebben de Camaro hebben al als raceauto, dus die wil ik niet ook als driftauto hebben. Anders wordt het een beetje te veel. Ik bedoel, ik vind de Camaro een geweldige bak, maar om elke keer weer te racen voor elke fucking race is een beetje saai, nou. Oké, tune shop. Oh, we hebben hier ook een tune shop trouwens. We kunnen kijken wat erin zit. Is het beter met de nitro? Nee. Deze is beter, maar heeft minder nitro. Maar op zich is het best wel legit, dus fuck it. Ik ga er gewoon op zetten. Waarschijnlijk is het nu gewoon een waste of money. Maar fuck it all. Oké, laten we even kijken. Kunnen we hieruit? Nee, we kunnen hier niet uit. Dus we moeten echt via de voren ingang. Deze ingang moeten we eruit weer. Oh, gadverdarie, drift niet zoveel wanneer ik niet wil dat je drift. Oei. Soms die auto's, jongens. Echt waar. Dat is soms een beetje een apart iets. Het is tenminste niet zoals Need for Speed Underground of wel als de games. Dat is heel anders. Dat is heel anders. Oké, hoe ver is de race nou vanaf? 1,6 kilometer. Oké, we zijn er ook alweer bijna. Ja. Speed erin, 169 km per uur. Nou, dat is makkelijk te doen. We rijden al 240, dus die 169 halen we makkelijk. Natuurlijk is dat voor één ster. En als je meerdere sterren wil hebben, moeten we waarschijnlijk zo'n 300 km per uur rijden, denk ik. Maar we blijven gewoon nitrous gebruiken, waarom ook niet. We zullen zien hoe het uiteindelijk afloopt. Het heeft een beetje zo'n GTA-feel. Weet je wel, bij die de zijkant van de berg? Het heeft zo'n beetje zo'n GTA-feeling hier. Het lijkt er een beetje op. Maar ja, het is gewoon een klein dingetje, weet je.
Het lijkt uiteindelijk allemaal op elkaar. Waar de fuck ruimen die trouwens allemaal heen? Want ik wou... Waarom rij ik terug? Ik wou niet terugrijden. What the hell? Waarom... Hoezo stond mijn marker opeens helemaal across the... Ik snap er helemaal niks meer van. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar we moesten hier langs. Why the fuck zat ik opeens helemaal across the map? Ik heb geen flauw idee. Nou ja, we zijn er uiteindelijk. We komen er wel. Ik vond het ook zo raar. Een tune-up shop daar, oh. Ik zat zoiets van... Dit kan niet. Dit kan niet. Oké, okay, weer vol vaart. Hoppakee, drift op deze bocht. Kijk eens on. Prachtig. Krijgen we weer allemaal reputation, waar we toch geen hond ruk mee kunnen. Oh, oh. Gaat niet echt helemaal soepel, maar dat maakt niet uit. Drift zo, 65.000 punten. Nou ja, dat kunnen we misschien wel eventjes doen. Hoppakee. We hebben weer multiplier gehit, maar we kunnen niet verder dan 4 komen volgens mij. Dat is van mij echt wel de max hierin. Zo, even boosten erachteraan. Dan kunnen we lekker snel gaan. Hartstikke idee. 2 sterren nu in plaats van 1 ster. Kijk eens aan, dat is al een heel verbetering. Oké, en die is de race. Even terugrijden natuurlijk, want anders kunnen we niet de race accepteren. Oké, holy shit. Dit moeten we uiteindelijk, die vent, moeten we beaten. En hij heeft 280 recommended fucking level. Nick, 213. Dat is echt heel veel meer. Maar ik ben natuurlijk de Drift Legend, zoals ze zeiden. Dus nothing on the hand. Drift is voor 1000 meters. Ik had al moeite met fucking... 600 meter, laat staan dat ik 1000 kan. Hallo, als ik misschien een snelle auto had, oké, maar dat gaat nu niet lukken, jongens. Sorry. Oké, 344.000 is iemand zijn score die we moeten verbeteren. Nou, dat op zich moet geen probleem wezen. Op zich is het wel, denk ik, een mooie map om te gaan driften, I guess. We driften nu ook al lekker doorheen. That was a masterpiece. Well, thank you. Kind sir. Je boostje hierin doen en dan hier ook weer eventjes een multiplier omhoog gooien. Waarom ook niet? Ah, de multiplier blijft nog steeds op 3 keer. Dus op zich hoeft dat ook helemaal niet eens. Oké, hier een beetje driften. There we go. Zo. Oké, off-road kunnen natuurlijk, dan slipt die auto's altijd sneller off-road, for some fucking reason. Nou, dit moet wel makkelijk lukken, joh. Fucking 344.000, dat moet makkelijk lukken. Dat moet echt makkelijk lukken. Zie, daarom vind ik al van drift races, die recommended level, dat maakt niet eens zo heel veel uit. Daar moet je eigenlijk niet eens op letten, want op zich kun je het wel makkelijk doen. Hoppakee, weer 50.000 puntjes erbij, waarom ook niet. Hoppakee. Hoppakee. We zijn er al bijna. We hebben nog 2,5 kilometer te gaan, dus op zich moet het geen probleem zijn. Tenzij het alleen één recht stuk is, maar dat is natuurlijk niet, want ja, het is een drift race. Hallo. Als het alleen maar één recht stuk is, dan wens ik je veel plezier met drift race te completen, want dat is echt heel moeilijk dan. Dat is een beetje een baggerdrift. Dat is echt heel slecht voor mij. Oh shit. Even boosten. Even de multiplayer omhoog werken. Ja, dat is niet echt goed gelukt. Oké, we hebben de target score hebben we verbeterd. We hebben ook de rival gebied. Dus dat is mooi. Nu kunnen we gewoon lekker vrij punten maken. En moet Chromo het maar zien te verbeteren in zijn video's. shit. Even boosten hier. En dan hier weer eventjes driften. Wat een idee. Oh, ziek idee. Hoppakee. 465.000 punten. Moest 344.000 hebben. Daarom zei ik ook. Die recommended level maakt niet uit voor drifting. Voor andere races wel natuurlijk. Voor offroad. Want anders gaan die enemies gewoon helemaal rubberband. En die gaan opeens ziek snel. In een andere manier. Dus
Nou, driften maakt niet uit. Dat vind ik wel fijn. Dus, hoppakee, speedkaartje pakken. Zal waarschijnlijk al waardeloos wezen. Yep. Of course. Treden we gewoon lekker in voor een paar tokens. Waarom ook niet. En we hebben de Aki Kamura hebben we gebied. En de Noise Bomb League hebben we dus defeated. We hebben dus nieuwe auto's unlocked weer. Dus die... Ik wil eigenlijk wel een nieuwe auto voor als driftauto. Oeh, ik denk dat ik al weet welke auto mijn driftauto gaat worden. Hell yeah, de fucking Mustang GT, waarom ook niet? Oh, deze Lancer is ook bruut hoor. Een Lancer is een Evo, sorry. Jesus, ik dacht dat het Lancer was. Of is het een Lancer Evo? I don't know. Maar ik weet al wat mijn driftautootje gaat worden, jongens. Dus we kunnen even daarheen gaan. Kijk, we moeten even events. Ik wil die Mustang namelijk als driftauto hebben. Waar is de drift? Oh ja, de drift was hier. De drift dealership. Ik zat hier in de city. Ja, dat is het. Fast travel. Want ik heb geen zin om natuurlijk erheen te rijden. Het duurt allemaal veel te lang. Dus fast travel erheen. We gaan even de Mustang GT gaan mee behalen. Dan gaan we die even pimpen. En dat wordt lappe shit, vriend. Dat wordt lappe shit. Oké, okay, even kijken. Waar is die boy? Dit boy is hier. We hebben ook... Wat? We hebben ook nog meer auto's trouwens. Het zijn niet de enigste auto's, want ik herinner... Oh nee, wacht. Die hebben we natuurlijk al unlocked, die andere auto's. Van andere stuff. Oeh, dit is een mooie auto, hoor. Absoluut mooie auto. Oh, dit zou ik ook wel willen hebben, deze Mustang. Hell yeah, laten we deze gaan gebruiken. Ik denk dat we misschien hier... ja, we gaan even zien wat voor... paints zou ik kunnen opdoen. Wat voor decals. We gaan weer even naar de garage toe. We gaan weer even kijken wat we aan kunnen veranderen. En dat wordt goede shit. Voor de volgende video doen we trouwens... want ik wil nog één race, één drift race met deze auto doen natuurlijk. En daarna gaan we even kijken wat derelict part we kunnen vinden. Voor... want we moeten natuurlijk ook andere koplampen willen we natuurlijk ook op doen. Dus ja, dat vind ik wel eventjes handig om eventjes die derelict part te doen. We kunnen de grill aanpassen. Oh, we kunnen het net zo maken als in die ene Ford Mustang van die video's natuurlijk. Die, oké, we gaan eerst even wachten. We gaan eerst misschien eventjes een visual ding op doen. Library, community. Even kijken, wat heeft de community gemaakt? Oh, ja, ja. Kijk eens, hier hebben we hem al. Dit is echt de typische Ford Mustang van die ene cinematic. Iedereen downloadt deze ook meteen, dan gewoon natuurlijk. En je hebt natuurlijk ook de chrome versie heb je ervan. De chrome versie ziet er ook wel bruut uit, hoor. Het ziet er wel mooi uit, maar ik wil wat meer unieks hebben. In plaats van gewoon van een beetje van niet verspied genakte customization. Als deze nou ietsjes lichter was, was het mooi geweest. Of we pakken de... Of we pakken de groene. We hebben te veel groen. We hebben te veel groen. We hebben tekst groen. Of we zijn de super fast boy. Het zijn vlammetjes op een auto. Hell yeah. Vlammenutenpiep en go. Of een politieauto. For some reason zijn er politieauto's in deze game. Dat ze maken. Oké. Okay. Maar je kan het ook niet echt gebruiken als politieauto. Dus dat is jammer. Maar ik wil even wat meer unieks hebben. In plaats van allemaal diezelfde dingen. Grijze? Nee. Even kijken hoor. Want wat voor... Wacht even, ik wil eens even kijken. Wat voor neon hebben we? Want op zich wil ik als een keertje weer neon gebruiken. Waar staat ook weer? Vanity items waren dat toch? Ja, vanity items. Nitrous color. We hebben purple en pink. Nou, of natuurlijk de kleuren waar we echt geen ruk mee kunnen. Gadverdamme. Oké. Okay. Ah, van de Need for Speed zelf is ook wel nice, maar... Ik weet niet, ik zoek meer iets unieks. In plaats van alleen maar hetzelfde. De blauwe is wel ook zo'n typisch kleurtje, dit blauwe. Ja, op zich is het ook wel weer geinig. Alleen ik wou misschien dat het ietsjes lichter misschien was. Misschien zoals deze, I guess. Maar de strepen zijn weer zo heel lomp. Gadverdarrie, ik weet ook niet wat ik wil, jongens. Heel erg waar. Oh, dit is hem. Dit moet hem worden. Dit is hem. Dit is hem. Dit moet hem worden. Dit vind ik mooi. Dit vind ik mooi. Oh, ik vind... Oh. Yeah, boy. Dat is fucking sick. Fucking sick, broer. Oké, we hebben verschillende bumpers altijd op kunnen zetten. Niet een heel erg drastisch verschil, maar dan doen we deze gewoon erop.
We kunnen ook een splitter natuurlijk onderzetten. Alleen, weet je, de splitters, ik vind het echt gewoon overdreven als je ook als een bumper hebt waarvan het al wat verandert. Alhoewel, deze misschien... Nou, dan wil ik liever deze, dan wil ik gewoon deze eronder. Net wat mooier. De hoed kunnen we aanpassen. Kunnen we ook met zo'n motor eruit? Nee. Ik dacht misschien zo'n dik lomp blok die eruit steekt of zo. Weet je, dat vind ik altijd geinig. Deze verneuk je de sticker, denk ik. Nee. Hij heeft hem echt gemaakt puur om gebaseerd op deze twee. En die andere, dan verneuk je de sticker weer mee. En zo de sticker gewoon verwijderen. Ik denk dat we dat ook kunnen, of niet? Wacht even, ik denk dat ik dat kan. Ik heb het nooit geprobeerd eigenlijk. En dat rap. Decals. Wat is dit? Wat? Front window. Maar we hebben geen front window ding. Ik wil gewoon... Oer. Wat is dit nou weer? Dat is boven op het dak. Ja, maar ik wil niet boven op het dak. De hoed. Ik wil de hoed aanpassen, verdomme. Dat kunnen we dus niet. Omdat er al iets op zit of zo. I don't know. Vaag. Ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Nou, fuck it. Dan, discard changes. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon wel gewoon een normale hoed opzetten, hoor. Hallo. Jongen, het is altijd zo moeilijk. Oké, dan doen we standaard Ford ding wel erop. Oké, frontknots kunnen we niet aanpassen. Moeten we 5 billboards moeten kapot maken. Dat moeten we ook nog eens een keertje doen. De frontfenders. Deze vind ik niet zo mooi, maar deze ziet er wel ziek uit. Deze ziet er wel cleaner uit, I guess. Ik denk dat ik voor deze ga. Hell yeah, boy. Looks sick. Yeah, boy. Let's do that on it. Fuck yeah, why not? Diffuser. Zo, dus we hebben echt ziek veel opties voor deze. Diffuser. Wacht, ik wil eens even de achterbumper aanpassen. Want blijkbaar is de achterbumper... Kunnen we niet aanpassen van deze auto. Oké, nou ja, dan weet ik dat... Oh, kan ik trunklid? Wat? Dus dan heb je zo'n dingetje erbovenop of niet. Oké, dat is echt gewoon niet verschillend. Oei. Oké, dus hebben we deze. We hebben... Jesus Christ, wat is dit van monstrosity? Jesus. Sommige dingen denk ik echt van, dat is gewoon veel te overdreven. Wie de fuck wil dat hebben? Oké. Ik denk dat deze nog wel de mooiste is. Deze kan op zich ook nog wel. Ik doe deze gewoon. Fuck it. Fuck it all. Exhaust. Top speed of 340 km per uur moeten we halen. We hebben 313 gehaald. Dat is echt gewoon goed kloten. Oei. Deze hadden we op die voorkant. Dus dat doen we daar ook op. Lijkt het meer één geheel. De wheels. Vind ik op zich al vet cool uitzien. Vet cool. We kunnen even wat stansen. Hij is al een beetje gestanced, zie ik. De height. Nou, dat is zo laag mogelijk natuurlijk. Ik denk dat nu ongeveer het gelijk staat. Zoiets. Dan staan voor en achter gelijk, I guess. Oké. So that's complete. Ah, fuck it. Laat het gewoon zo, oké? Oh, wacht. No. We kunnen nog de achterlichten trouwens aanpassen. Dat kunnen we ook nog. Was ik helemaal vergeten. Visual customizations. Blablabla. Sorry als het wat lang duurt, jongens. Want ik vind dit echt gewoon hartstikke leuk om te doen. rail lights. Yeah, dit lijkt wel het meest sportief. Dit vind ik al beter uitzien. Yes. Oh, baby. This thing is awesome. Fucking awesome. Hell yeah. Oké, dan gaan we even naar de tune-up shop. Dan gaan we nog die even nog tune-uppen in de shop. en dan gaan we eventjes nog één race mee doen. Als het tenminste een drag race, drift race is. Nee, er is geen drift race die nog echt gaande is op dit moment. Dat is jammer. Maar dat maakt niet uit. Dat kunnen we voor de volgende video natuurlijk doen. Hell yeah, boy. This thing is brute. Het is wel een beetje all-around autootje. Je kan het bijvoorbeeld ook gebruiken voor races of run fucking races. Het is een beetje... Tenminste, qua looks en zo en hoe dat ding een beetje uitziet. Is wel een beetje all-around. Fuck. Kon ik nog trouwens een andere spoiler opzetten, maar dat ben ik vergeten. Ah, maakt niet uit. Ach, diepe stering.
Ik raak echt overal doorheen. Verschrikkelijk. Oké. Trade ins. Het veranderen we even. Misschien kan ik het beter houden voor mijn raceauto, I think. Waarom is hij best goed? Hell yeah, boy. Thank you. Wacht, we gaan hier nog niet even wat meer van die trainers doen. Die wil ik eigenlijk overal voor mijn raceauto. Want die heb ik uiteindelijk het meeste nodig. I'm gonna print t-shirts. Whatever. I'm gonna print t-shirts. Oké, you can do that. Oké, die kopen we ook gewoon maar. Waarom ook niet? Deze kopen we ook gewoon maar. Waarom ook niet? Is beter. Als het beter is, dan kunnen we het er altijd op doen. Hartstikke idee. Jezus, we kunnen dat ding trouwens wel heel erg ver upgraden. Ton dus. Oké, nou, dan doen we dat nog een keer. Huppakee, exhaust doen we erbij. Oh, deze turbo kunnen we ook allemaal doen. Het is... Holy shit, we kunnen echt heel wat van maken. Deze jump is topspeed is wat minder. Dus ik heb zoiets van fuck dat. Nou, dan kopen we die niet. We hebben al meteen een dik lomp autootje. Misschien kan deze wel juist die topspeed van 314 km per uur bereiken. Even kijken, waar is de snelweg? Oké, laten we daar even heen rijden. Maar we moeten gewoon rechtdoor rijden. En dan kunnen we misschien de 340 km per uur kunnen we wel, denk ik, bereiken. Want deze, dit is volgens mij mijn hoogste klassement auto op dit moment. Natuurlijk drift dat... Oh, ik dacht dat we daar overheen konden. Maar dat kwam blijkbaar niet. Jezus, Sander, wat is mis met jou? Ik weet het ook niet. Oké, want we eerst hebben hier de driften. Oh, hij drift wel lekker. Yes. Oké, even kijken. We moeten hier, moeten we rechts aan. Dat is denk ik de makkelijkste manier om speed te krijgen. Oké, 314 km per uur moeten we. Even schakelen, kom op. Yes, there we go. Kom vaart! Kom op! Geef me 340 km per uur. Hij kan, deze auto kan het wel. Ik weet het zeker. Yes, there we go. We hebben het gebied. Als het goed is, toch? Hallo? Is hij nou unlocked of niet? Want voor mij... We hadden de real fit toch... Yeah, there we go. Exhaust customization. Hell yeah. Dat hebben we gecomplete. Dat is mooi. Hij drift trouwens wel echt heel licht. Dat is wel ziek. Misschien omdat we hem opnieuw gekocht hebben natuurlijk dat hij dan anders is. Maar we kunnen dus de exhaust kunnen aanpassen. We kunnen ook meteen even de de spoiler kunnen opzetten. En dan hou ik op met deze episode, want anders zit het echt veel te lang. Sorry, wat. Ik vind het altijd gewoon het customization in deze game vind ik echt geweldig. Dat vind ik echt een pluspunt van Payback. Je kan zoveel dingen doen en dat is awesome. Oké, vehicle, even kijken. Dat moeten we later doen. Exhaust wil ik doen. Dikke pup. We kunnen wel een lompere pijp erop zetten. Deze vind ik niet zo mooi. We kunnen wel... deze kunnen we wel doen. Deze is wel nice. Ah, dit is een mooie. Prachtig. Dik lomp ding erop, jongens. Jongen. Dit soort spoilers wil ik vaker zien. Dit vind ik mooier eigenlijk. Ik vind die lompe grote dingen vind ik altijd kut. Maar deze vind ik ook wel weer een beetje apart uitzien. Als je nou niet helemaal... Zie, dit vind ik dan weer te groot. Dan hebben we zo'n eentje erop. Ik denk dat het wel beter is. Yeah, boy. Yeah, boy. Hell yeah. Oké, nice. Maar jongens. Dat denk ik dat ik ook een eind aan deze video ga breien. Ik vind de auto wel vet zo. Ik vind het wel sick. Hij is 250 power level. Dat is mijn hoogste dat ik zover heb. Dus dat is very nice. En dat ding ziet er absoluut bruut uit. I mean, look at this thing. Isn't this just a beauty? Hell yeah. Maar jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Dat waardeer ik enorm. En ik zou zeggen, abonneer voor meer natuurlijk. En tot de volgende keer. See you later. Alligator.